Hoi, kan jij deze video liken voordat ik het woord dokterspel? Daar gaan we. D-O-K-T-E-R. Nou, ik hoop dat het je is gelukt en wat kan ik goed spellen, hè? In de Let's Play Wednesday van vandaag ga ik een super mega populair ziekenhuisspel spelen, genaamd Maple Hospital. Je hebt er waarschijnlijk wel over gehoord, maar ik ben er echt super nieuwsgierig naar, want ik heb het nog geen één keer geprobeerd. Maar om het vandaag extra gezellig en leuk te maken, ga ik dit samen met May spelen. Ik heb er ongelooflijk veel zin in, dus let's get started. Ha, hier ben ik dan. Ik sta op dit moment in het ziekenhuis, denk ik. Ja, het ziet er naar uit dat dit een soort van pauzekamer is of zo voor alle dokters en verzorgsters. Wat moet ik doen, jongens? Oh, het allereerste is gewoon eventjes omkleden, want ik ben op dit moment op werk. Dus ik zie hier een pakje, daar een pakje. Volgens mij is dit een verplegerpakje. Zo, doe ik die aan. Ah! Oh, dat is lelijke kleur. Nee, wacht. Misschien ga ik voor deze. Ja, dat vind ik wat mooier. Even kijken. Er zit lekker koffie en fruit en dat soort dingen. Maar ik heb thuis al ontbeten, dus dat is helemaal goed. Misschien moet ik nog eventjes mijn handen wassen. Dat is wel heel erg top om zo mijn dag te beginnen. En dan ben ik nu klaar voor mijn eerste dag als verpleegster. Oh, spannend, spannend, spannend. Volgens mij moet ik hier doorheen. Klopt dat? Oh ja. Hallo patiënten. Komt er nog iemand? Help, kan help. Ik iets gaan doen? Oh nee. Ik ga dood. Oh nee. Ik ga dood. Nee. Hey, mevrouw, help. Hallo, wacht, ja, er is iemand die dood aan het gaan is. Wat is uw naam? Mijn naam is May. Oké, okay, May, dat typ ik ook eventjes in. Je staat niet in het bestand, May. Wat zijn al je klachten? Ik ga dood. Ik heb een verstopte neus. Oh, oké. Okay. Ja, dat klinkt inderdaad wel heel erg heftig. Ze gaat dood en ze heeft een verstopte neus. Help. Ja, want dan kan je op een gegeven moment ook niet meer ademen. Oké. Ik voel je paniek. Kom maar hierheen, May. Je mag mij volgen. Okay. En dan gaan wij eventjes het ziekenhuis in. Allereerst moet ik even wegen. Dat is heel belangrijk. Oké, je weegt genoeg. Heel goed. En hoe lang ben je? Oh jeetje. Wow, 2 meter! Oh, dat komt door die flamingo. Oh mijn god. 2 meter lange patiënten. Waar kunnen die naartoe? Ik ga even hier kijken. Oh, we hebben een zwangere mevrouw. Gaat het nog een beetje met je neus mee? Nee. Nee, ik heb hulp nodig. Oh. Help, kom maar hier naartoe. We moeten je even een x-ray geven. Ja, goed zo. Ga jij daar liggen en dan ga ik de x-ray machine aanzetten. Zodra ik heb uitgevonden hoe ik dat moet doen. Goed, dus los van je neusklachten heb je nog iets anders. Mijn knie. Mijn knie je doet knie. Pijn. Oké, dan ga ik ook eventjes kijken naar je knie. Zo. Ja, het ziet er naar uit dat je inderdaad een knie hebt. Top. Ik ga eventjes de lampen uitdoen. De x-ray gaat beginnen. Oh, ik moet eventjes god. Hier zo in het hoekje staan. Anders wordt er per ongeluk een x-ray van mij gemaakt. Nee, ben je oké? Okay? Durf je ja, het een beetje? Vind je het eng? Dit is wel heel eng. Vond het ook heel eng? Oh. Help. Nee. Het gaat goed komen. Wel stil blijven liggen, hoor. Ja, ik lig doodstil. Oh, nee. Je moet wel leven blijven. Leven blijven. Oh, nee. Here we go. En... Yo. Oh, mijn god. Ja. Oh, ja. Je bent er weer. Oh, wat goed. Ik doe het nog één keertje voor de zekerheid. Oh. Oh, nee. Wow. Ja, goed zo. Nou, heel fijn. Hoe voel je je? Iets beter. Iets beter? Oké, top. Dan gaan we... Ik voel me wel erg gechoqueerd. Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Maar het is wel heel belangrijk om nu even te kijken wat er mis met je is. Oh nee, May! Je hebt gebroken ribben. Oh, en nee. Je hebt een gebroken been. En een gebroken knie. Oh. En een gebroken klein kootje van je vinger. Wow. Wat heb je allemaal gedaan? Ga ik dood? Ja. Maar we gaan allemaal dood. Ik denk dat het beter is als jij gewoon eventjes op een rolstoel gaat zitten. Zo, heb je niet ongelooflijk veel pijn? Ja, heel veel. Ja, dat vind ik inderdaad ook best wel heftig. Na zoveel gebroken dingen. Dus weet je, ga jij maar eventjes hier zo in het bed zitten. Hier zie ik de laptop. Even kijken, wat staat erop? De M van May. Ja, dat ben jij inderdaad. Je hebt veel gebroken benen en je hebt iets met je neus. Dus dat moeten we absoluut en zeker eventjes gaan testen. Ik heb hier een mesje, dus doe je ogen dicht. Oh nee. Zo. Ah. Ik ben bang voor messen. Oh nee, dat geeft niet. Doet het pijn? Ja. Oh, het spijt me. Misschien moet ik eerst nog eventjes een prikje geven, zodat je lekker verdoofd wordt. Zo, alstublieft. Oh. En dan kan ik nu lekker met het mes in je neus gaan verroeten. Zo, eeuw. Nee, wat heb je in je neus gestopt? Waarom komt er een kraaltje uit? En een M&M. Mijn vinger. Nou, het is er nu wel uit. Voel je alweer wat beter? Ik kan weer ademen. Oh, super fijn. Oké, dan is het misschien ook wel belangrijk
belangrijk om eventjes wat oogdruppels te doen. Want volgens mij kan je ook niks zien. Zo. Oh. Als je kraaltjes in je neus stopt, dan moet je even goed kijken volgende keer. Dat is niet gezond. Mm-hmm. Chocola in je neus is veel beter. Oké, okay. Ik zal het onthouden. Ja, is goed. En je mag weer eventjes gaan zitten, want ik heb nog iets om je te geven. Kijk, hier heb ik medicijnen. Deze zijn speciaal voor je neus. En het is een pilletje voor je gebroken knie. Nou hebben we nog niks gedaan met je gebroken ribben en zo. Maar dat gaat goed komen. Dat kan ik ook eventjes voor zorgen. Kijk maar. Dit zijn ribbenknippers. Zie je dit? Ja. En aangezien jij nog verdoofd bent, ga jij waarschijnlijk niks voelen van mijn ribknippers. Je knipt gewoon mijn ribben door. Ja, wat? Eventjes je ribben doorknippen. Goed zo. Nou, dat doet vast geen pijn. Aha. Zo, en dan moet ik ze... Dokter Jamila, kan ik nog wel lopen straks? Nee, waarschijnlijk niet. Maar dat geeft niet, want ik heb dit. Daar kan je gewoon op liggen. Ga maar. Oké. Okay. Ja, oh, super fijn. Nou kunnen we overal naartoe. Mee, wat wil je hebben? Ik ben je persoonlijke assistent. Ik wil naar mama toe. Nee, je wil naar mama? Oké, mama hebben we niet. Maar ik kan je wel chocolaatjes geven, denk ik. Ooh. Ik ga eventjes de staff room in. Zo, neem maar eventjes iets. Dank je wel. Ja, is dat lekker? Kan je erbij? Ja. Goed zo. Ja. Heel fijn, heel fijn. En dan... hier, als je even wilt tekenen. Ja, zo. Ga maar lekker tekenen. Okay. Zo. Heel veel plezier. Ik moet eventjes klagen met mijn collega's over je. Ik ben zo terug. Hallo, is er iets? Er is niemand. Moest ik dat zeggen tegen mijn patiënt? Oh nee. Nee, dat was een grapje. Dat was een grappige. Ja. Hier. Ik neem je wel weer mee. Gaat u maar. Hey, wat is je favoriete kleur trouwens? Roze. 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 Daar kunnen we wel iets aan doen. Het is misschien niet roze, maar het is zo dicht bij roze als dat ik zou kunnen krijgen. Moet jij toevallig nog naar de wc? Ja, maar mag ik wel wat privacy? Ja, is goed. Ik kijk niet. Je kijkt wel. Nee hoor, ik had mijn ogen dicht. Oké. Oh, hier hebben we collega's. Hallo. Hallo, mede-collega's. Wil iemand in de rolstoel? Zo? Niemand? Zo? Ah, jammer. Nou, ze vallen er niet voor. Ik dacht, leuk, ik ga er gewoon van alles mee doen. Mee, ben je klaar? Ja. Ja? Oké. Okay. Ik heb wel een beetje gesopt. Eeuw! Gatsie! Eeuw, mee! Oké, weet Sorry. Je, dit moeten we meteen gaan schoonmaken, want dit is echt niet gezond. Ondertussen, hier, krijg jij eventjes dit flesje. Het is een klein babyflesje. Okay. Dan kan je ook niet meer knoeien. Zo, alsjeblieft. Ja, goed zo. Wat is dat toch met die patiënten die van alles knoeien? Allereerst moet ik dit even neerzetten. Zo, hallo. Het blijft niet staan. Het blijft niet staan. Het is, jongens, ik laat het eventjes aan jullie zien. Niet de badkamer ingaan, want het is heel glad. Nee. Niet de badkamer. Goed, hij is eruit. Heel fijn. En dan hebben we hier een dweil. Zo, ik dweil even op. Ugh. Heb je nou geplast of overgegeven? Overgegeven. Oh, eeuw. Bah. Ja, dat is wel beter in dat bakje. Nou, ik denk dat het tijd is om jou eventjes de douche in te duwen. Ja, goed zo. Nou, ga jij maar eventjes lekker douchen met je gebroken ribben en al je kleding. En dan ga ik even weg. Kunnen jullie het geloven, jongens? Wat een lastige patiënt is het weer. Heeft ze allemaal gebroken dingen? Moet ik er overal naartoe nemen? Poef. Ja, mee. Ben je klaar? Oh, wow. Oh, ja. Wat? Volgens mij ben ik echt een genie. Oh, wow. Ik heb gewoon jou helemaal gefixt. Oh, tot het punt dat je een salto kan doen. Oké, volgens mij kan je gewoon zelf weer eventjes lopen. Ik ben echt goed. Ik ben de allerbeste verpleegster ter wereld. Geloven jullie dit? Misschien heb je een promotie nodig. Ja, ik heb inderdaad een promotie nodig. Waar kan ik dat doen? Oh ja, ik weet het al. Natuurlijk, hier zo in de director's office. Ik ga mezelf gewoon eventjes lekker een promotie geven. Wat is dat nou? Ben ik ineens een dokter? Ja! Wow! Kijk, gefeliciteerd! Mee. Dankjewel. Ik vind het echt heel knap van mezelf. Ik ben er mega trots op. En mee, weet je wat dat betekent nu dat ik een dokter ben? Nou. Dat ik jou kan trainen tot verpleegster. Oh mijn god! Jij voelt je nu toch wel weer beter, of niet? Ja, ik ben weer helemaal beter. Oké, is goed. Dat vind ik super fijn. Ik ga eventjes naar je zwaaien, zo. En na de derde zwaai ben jij ineens magisch gezien een verpleegster. En go! 2 en 3. Ja! Nurse! Oh my goodness. Dat ziet er geweldig en leuk uit. Maar er mist nog wel iets. Je moet nog een pakje aandoen. Hier, dit pakje kan je aandoen. Of deze. Oh. Welke vind je mooier? Je mag kiezen. Goed, hè? Blauwe. Ja. Oh! Nou, nu matchen we. Ja, we matchen allemaal. We zijn alle werknemers in deze super toffe blauwe pakjes. I love it! Uh-oh. Ik voel me niet zo heel gaat lekker. Gaat alles goed? Nee. Oh, nee. Oh, Jamila. Ik moet echt eventjes even liggen. Help me. Oh, help. Jamila, wacht. Ik haal een rolstoel nee. op. Ik haal een rolstoel op. Ik ga je rolstoel ophalen. Is goed. Ik kom achter je aan. Oh, nee. Waar ben je? Waar zijn de rolstoelen? Waar zijn de rolstoelen? Mee? Help. Wacht, ik kan ook wel gewoon op het bed liggen. Okay. Is dat goed? Ja, dat is fijn. Oh, eventjes een beetje omhoog zitten. Ja, dit is top. Mee. Oh, nee. Ja, ik krijg een prikje van iemand. Oh, nee, help. Pas op. Help. Wat gebeurt er? Er lopen zwangere vrouwen over aan me heen. Aan de kant. Mee.
Wegwezen. Oké, wat denk je dat er gaat gebeuren? Wegwezen. Oh, maar wat heeft ze te zeggen dan? Volgens mij heeft ze een diagnose. Luister even heel goed mee. Heb ik de Bajina Moody's? Wat is dat? Oh nee, niet de Bajina Moody's. Oh, iedereen moet in quarantaine. Oh nee, dat is vreselijk. Oh. Mee, kan je even uitleggen wat dat is? Want ik heb eigenlijk geen idee. Het is een hele besmettelijke ziekte. Waardoor je altijd scheetjes moet laten. Oh nee. En als je de scheetjes ruikt, dan word je ook geïnfecteerd. Wat voel ik nou? Ik krijg echt enorme buikpijn. Oh nee. Oh. Eww. Oh jeetje. Oké, ik heb een oplossing hiervoor. Sarah die kidnapt me. Oh nee. Help. Wat heb je hier? Wat heb je hier? Ik ga wel weer op mijn bed zitten. Een appel. Je moet gezond eten. Superfijn. Gezond voedsel. En je moet ook... Even kijken. Ik moet je even een spuitje geven. Oh nee. Oh, maar ik ben super bang voor naalden. Nee. Oké. Nee. Help. Blijf hier. Help. Je kan niet nog meer mensen infecteren. Nee. Blijf hier. Nee. Oh, godverdamme. Nee. Oh, help. Jamila, kom terug. Oh, ik ben moe. Jamila. Ja, ik ben er alweer. Wij gaan even terug. Die prik heb ik al gehad inmiddels, toch? Nee. Oh, jeetje. Ik ga liggen. Ik doe mijn ogen dicht. Alsjeblieft, ben je heel voorzichtig. Gewoon de andere kant op kijken. Maar... En dan gebeurt er niks. Komt-ie. 2, 1. Hoort het op mijn oogbal? Misschien een beetje. Auw, dat deed wel een beetje pijn. Nou, ik moet nog even naar je hart luisteren. Om ervoor te zorgen dat alles goed is. Ja, is goed. Ja, snel. Ik was een beetje nerveus van die prik. Misschien moeten we toch even je temperatuur opmeten. Okay. Want dit klinkt niet goed. Is goed, ik blijf stil liggen. Even kijken. 98 graden. Jamila, was op, straks ga je nog dood. Oké, ik moet even mijn ondervindingen opschrijven. Oké, is goed. Dit is, oh mijn god. Dit hebben we echt nog nooit gezien. Dit is echt een hele erge ziekte. Nou, je mag weer met mij is meekomen. Goed, ik ga erop zitten. We gaan even wat scans maken om ervoor te zorgen dat er niks... niks anders is. Rijden door overgeefsel. Alrighty, ik ben er. Gaan we hier ook weer de x-ray in? Okay. Ga maar liggen, we moeten even een x-ray maken om ervoor te zorgen dat er niks fout is. Maar dit vind ik wel echt heel erg eng. Help. Alright, komt-ie. Je hoeft niet bang te zijn. Is goed. Yay. Oh, we gaan de tafel op. Oh jeetje, we gaan omhoog. Oh nee, het licht is uit. Oh help. Het komt goed. Ik kom steeds dichterbij. Rustig ademen. Ik zie je camera. Rustig ademen. Oké, ik kan het. Oh, kijk, het begint alweer omhoog te gaan. Dus dat betekent dat we bijna bij het einde zijn. Zo erg was dat niet, toch? Nee, het viel inderdaad wel mee. Mag ik eraf? Ja, kom maar. Oké, yes. Jamila, ja? Je hebt een gebroken voet. Heb ik een gebroken voet? Maar zo voelt het helemaal niet. Dat is niet goed. Volgens mij is er iets mis met deze x-ray-machine, hoor. De x-ray-machine ligt nooit. Ga maar zitten. We moeten even een spoedeisende hulpprocedure doen. Oké, is goed. Ik ga je voet beter maken. Oké, is goed. Heel voorzichtig. Ja, wel voorzichtig, hoor. Au. Au, dat doet een beetje pijn. Oh nee. Huh? Oh, wat is er je gebeurd? Voet. Wat is er met mijn voet? Ik heb hem eraf gezet. Wat? Oh my goodness. Het spijt me. Zet mijn voet terug. Dat was een ongelukje. Ja, dat snap ik, maar ik heb nu geen voet meer. Oh, we hebben een brancard. Ja, ik heb geen voet, maar ik heb wel een doekje. Thanks. Voor het bloed misschien. Ja, is goed, dankjewel. Ik was toch maar in training. Ja, maar... Het was niet mijn schuld. Nee. Het was niet mijn schuld, Jamila. Nee, niet wegrennen. Nee. Niet wegrennen. Nee. Nee. Ik heb niks verkeerd gedaan. Ik pak je, hoor. Nee. Don't run away. Nee. Ga je naar het kinderdagverblijf? Dit is ook echt heel erg veilig. Het lukt me niet om je te pakken, maar... Nee, stay. Oh. Je hebt iemand anders wat tegen. Oeps. Dit ding werkt echt niet. Mevrouw, weet je wat ik ga doen? Ik zet je gewoon in de handboeien, want dat is echt niet oké. Okay. Heb je jezelf nou uit de handboeien gehaald? Wat is dit nou weer? Ze noemen me ook wel Hans Klok. Meeklok. Ga jij maar hierin zitten. Dat is een stuk beter. Oké, weet je, jij gaat voor straf dit hoekje in. Oh. Zo, blijf maar hier. Zit en blijf. Goed zo. Mag ik wel spelen? Nou, vooruit, dat mag. Oké, dan ga ik eventjes aan deze mevrouw vragen of er nog iets is wat we kunnen doen als straf voor mee. Is dat nou een baby? Een baby? Werkt hier? Oh my goodness. Oké, nou, ik snap helemaal niks meer van dit ziekenhuis. Weet je wat, mee? Volgens mij is mijn voet er weer aangegroeid. Oh, dat is goed. Zo, dat is snel. Gelukkig maar. Ja, dan is alles toch wel weer goed gekomen. Weet je, dan kan ik misschien wel eventjes een beertje geven. Het spijt me dat ik zo boos op je ben geworden. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, yeah, lief hè? Oké. Nou, gelukkig jongens. Het is allemaal toch weer oké. En mee, wij zijn toch ook wel best wel een goed team. Ja, we hebben ons best gedaan. Ja, maar pas op, want ik voel... Oh nee! Oh nee! Eeuw! Yes,
Yes, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je nog helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wat is jouw favoriete comfort food? Ik vind champignonsoep echt heel erg lekker als ik het een beetje koud heb, een beetje verkouden ben. Maar laat me jouw antwoord eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!